Hallo iedereen, deze keer willen we het graag over de voeding van onze duiven hebben. Zowel de graanmengelingen als bepaalde bijproducten die we onze duiven kunnen verschaffen, komen vandaag aan bod. Gesprekspartners zijn vandaag dan ook duivenliefhebber en voedingsdeskundige Eddy Noël en dierenarts en voedingsdeskundige Guy Werkeij. Eddy bracht met Heidi een eigen gamma aan duivenvoer en bijproducten op de markt. En Guy is als dokter in de dierengeneeskunde dan weer actief als adviseur bij Versele Lage. Ook bekend van duivenvoer en duivenproducten, maar als firma ook actief in voeding van zowel kleine als grotere dieren en huisdieren. Hallo Eddy en hallo Guy. Dag Jorgie. Dag Jorgie. Hallo. Leuk om jullie er vandaag bij te hebben. En als ik het kort zou mogen omschrijven, lijkt me jullie rol in de duivenwereld er eigenlijk een van onderzoek, innovatie en ontwikkeling van voer en producten. Dat klopt ongeveer? Ja, dat kun je zo stellen, ja. Eddy, misschien kan jij nog kort duiden dat je in de duivensport gerold bent en tot op de plek waar je vandaag staat geraakt. Oei, de duiven, dat heeft mij eigenlijk altijd fel geïnteresseerd, maar zolang als ik jong was, ging dat niet. Eens getrouwd, dan toch duiven beginnen houden. Maar ik kende daar niks van, hadden wij ook niet iemand in de familie, tenzij mijn grootvader, maar die is heel vroeg overleden. Dus ik weet daar eigenlijk niks van. En met de duiven beginnen spelen en de eerste 2, 3 jaar geen platte prijs kunnen spelen. Niks, ik kwam er nog niet aan of omtrent. En dan beginnen lezen en video's bekijken en beginnen studeren en van alles proberen. En dat is eigenlijk nooit meer gestopt. Ik wil altijd weten waarom en waaraf en hoe. En ja, en, ja, dat blijft zo. Ja. Dus dat zat er al van jongs af aan, van in van dat onderzoeken en dat willen verbeteren. Ja. Ja, ook omdat ik zelf sport gedaan heb en dan is voeding belangrijk. Je weet dat, dat was in die tijd niet gelijk als nu natuurlijk. Maar dat is altijd een passie geweest, nog meer dan de duivensport zelf. Ja, leuk. En Guy, hoe bent u er ingerold? Ja, ik was voor mijn carrière bij Versele Lage was ik assistent op het laboratorium voor diervoeding van de faculteit dierengeneeskunde. Waar heel wat onderzoek gebeurde omtrent voeding van duiven. Ja. En ik heb dus ook een praktijk in Ieper, waar ik hoofdzakelijk duiven behandel. En ondertussen ben ik een 30-tal jaar op de afdeling R&D, de productontwikkeling, verantwoordelijk voor onder meer de duivenproducten. Ja, ja. Dat is al een heel carrière bij Versele dan. Ja. Inderdaad. Oké. Okay. Tijd voor de eerste vraag, denk ik. Naar aanleiding van een vaststelling die, denk ik, heel wat liefhebbers de voorbije jaren al wel gemaakt zullen hebben. Er was immers een grote evolutie in voer en bijproducten merkbaar de laatste jaren. En welke nieuwe inzichten lagen volgens jullie hiervan aan de basis? Misschien Giep, jij kunt beginnen met deze vraag. Wel, de evolutie in de duivenvoeding die gaat een beetje parallel met de evolutie van voeding bij atleten, menselijke atleten, ook in de paardensport. Dag van vandaag spreekt men eigenlijk, heeft men eigenlijk de derde generatie voeders. En dus de kennis die neemt altijd maar toe. De eerste generatie voeders, die beschrijft men als de voeders waar men voornamelijk kijkt, hebben ze genoeg voeding, brengt de voeding voldoende energie aan. En dan met de toename van de kennis omtrent nutriënten en de functie van de nutriënten is men naar de tweede generatie gefietst, die dus evenwichtige voeders waren op nutritioneel gebied dan. En dat is natuurlijk nog altijd belangrijk. Maar de recentste tendens die men ziet, is dat eigenlijk dat er ook een enge relatie is tussen conditie, gezondheid, de prestaties en de voeding. En dan spreekt men van nutraceuticals, producten waarvan dat dus gekend is, dat ze naast de voedingswaarde of buiten de voedingswaarde eigenlijk een belangrijke functie hebben qua immuniteit of qua conditie. En men noemt dat ook nutraceuticals, naar analogie met farmaceuticals die geneesmiddelen zijn, spreekt men dan van nutraceuticals en dus
Voor ons bij Verzelen, de meest belangrijke tendens momenteel is om de voeding te supplementeren met dergelijke nutraceuticals die dus de prestaties kunnen verbeteren. En we denken daarbij aan antioxidantia, zwarte maïs, die veel meer anthocyanines bevat dan de gewone maïssoorten, maar ook bijvoorbeeld polyphenolen in zwarte bessen andere zaken, zoals gamma-oreganol in bepaalde rijstproducten, etherische oliën en zo meer. Ja. En dus er is er heel wat kennis omtrent nutraceuticals, moleculen, waarvan dat men vroeger het bestaan niet kende en die nu met moderne methoden geïsoleerd worden, waarvan dat men dus steeds beter inziet wat hun functie in het lichaam is. Ja. Kiezen jullie dan de samenstelling van het graan of veranderen jullie die? Kiezen jullie voor bepaalde granen die dan meer bevatten dan andere dat dan minder? Wij kiezen inderdaad bepaalde granen en bepaalde ingrediënten, dus onze kustmengelingen, die zijn verrijkt met een extrudaat. Hè. Dus om die nutriënten in de juiste concentraties te kunnen supplementeren, gebruiken wij eigenlijk een extrudaatje waar dat wij dan die nutraceuticals aan toevoegen. En daarnaast kiezen wij natuurlijk ook de ingrediënten. Dus er is gekend bijvoorbeeld hoe donkerder de maïs. Je hebt gele maïs, je hebt rode maïs, je hebt bordeaux maïs, je hebt zwarte maïs. En de analyses hebben aangetoond dat hoe donkerder eigenlijk die maïs, hoe meer anthocyanines, dus hoe meer antioxidantia die er aanwezig zijn, die dus de spieren beschermen tegen spierbeschadiging. Ja. En hetzelfde voor fruit, ook voor mensen is het zo dat hoe donkerder het fruit, hoe meer antioxidantia, dus het eten van donker gekleurde blauwe bessen of zwarte bessen is ook voor mensen zeer gezond. En voor de dieren ook. Oké. Dat is al heel interessant. Eddie, eigenlijk dezelfde vraag voor u dan. Wat zijn volgens u de inzichten die aan de basis lagen van die verandering van de duivenvoeders de laatste jaren? Ik denk dat dat vooral een trial and error is. Proberen. Vroeger stonden de mensen daar niet bij stil. Ze hadden een beetje maïs van een boer, wat gerst, ergens wat tarwe. Dat werd gemengd voor de meeste liefhebbers in die jaren. Waar iedereen had bijna duiven. Dat was een beetje een amusement. Er waren wel een beetje profspelers, maar minder en minder. En dat was voor iedereen gelijk. Tot wanneer als daar eigenlijk grotere liefhebbers naartoe gekomen zijn naar de sport, dat daar ook wat commerciële inzicht rond was. En dan zijn we eigenlijk beginnen zoeken, wat heeft een duif nodig? Wat verbruikt een duif? Hoe gaat ze daarmee om? Hoe kunnen we dat verbeteren? En dat is eigenlijk een zoektocht, wetenschappelijk een beetje gaan ondersteunen. Veel gaan kijken naar de wielersport. In elke sport is voeding zeer, zeer belangrijk. Mm-hmm. En de duivensport was daar een beetje op achtergebleven. En dan zijn we dat gewoon proberen beginnen invullen om de koolhydraten beter in balans te brengen. Wat verbruikt een duif? Hoeveel verbruikt ze er? Welke calorieën zitten daarin? Welke aminozuren? Welke gelijk wat dan ook, dat is een heel tabelletje om dat dan uiteindelijk zo evenwichtig mogelijk te kunnen maken, waardoor dat de duif veel minder belast wordt. Dat de voeding veel hoger opneembaar is, waardoor dat de duif dus veel beter kan presteren natuurlijk. Ja. Dat is ook de laatste 10 of 15 of misschien wel 20 jaar, behalve de voeding, is er weinig of niks veranderd. Er zijn nog altijd dezelfde medicamenten. Er is begonnen met verduisteren, met bijlichten. Er is begonnen met infraroodplaten. Vroeger was het bodemverwarming. Nu zijn die ATX-platen. Verduisteren, bijlichten, verwarmen. Voor de rest is er eigenlijk dat is helemaal niks aan veranderd, behalve het voer. En dat heeft eigenlijk een enorme impact gehad. Ja. Zeker en vast. Ik sprak over dat testen, van hoeveel verbruikt een duif en zo. Hoe gaat het eigenlijk in de praktijk? Zo'n testen, ik kan me voorstellen, een wielrenner of een hardloper, die, dat kunnen ze makkelijker meten dan bij een duif, die dat toch
er weinig duif hangt in de lucht. Die voilà, testen dat hebben ze gedaan in windtunnels om aan de hand van de CO2 het verbruik en wat dat een duif verbruikt. En daar is uitgekomen dat die duif gemiddeld 3 gram vet per uur verbruikt. Ja. Is die duif op competitiegewicht, is die duif in een heel goede conditie, dan kan dat ook 2,4 of 2,5 zijn. Ja. Zijn dat duiven die de ganse winter niet uitvliegen en die een beetje te zwaar zijn, dan kan dat ook 3 of 4 gram per vlieguur zijn natuurlijk. Ja. Dat hangt van de conditie van de duif. Of, Dat hangt van de conditie en van ja, als je morgen met je auto rondrijdt en die verbruikt 5 liter en hangt daar een remorque aan met 500 kilo op, dan zal het wat meer zijn. Hè. Ja. Ja, klopt. Goed, dat is duidelijk. Dan de volgende vraag. Wat maakt voor jullie een bepaalde mengeling tot een goed voer? En wanneer zijn jullie tevreden van, ja, daar kan ik mee leven, dat is een goed voer. En welke zaken houden jullie hierbij rekening? Terug hier misschien. Dat... Hier well, in eerste instantie moet een duivenmengeling gezond zijn. Hè. Dat betekent dat... vrij moet zijn van schimmels en mycotoxines, dat de ingrediënten in optimale omstandigheden moeten geoogst zijn, dat er geen rest insecticides of zo aanwezig zijn, dat spreekt voor zich. Daarnaast moet natuurlijk het eiwit- en energiehalte afgestemd zijn op de behoeften van de duif. Alle noodzakelijke voedingselementen die moeten uiteraard aanwezig zijn. Dus vitamines, sporenelementen, mineralen. En bij ons, wij besteden aandacht aan die nutraceuticals ook. Vandaar dat voor ons eigenlijk een moderne, evenwichtige duivenvoeding, dat die eigenlijk moet bereikt zijn met een geëxtrudeerd korreltje. Waar dat wij dan bijvoorbeeld... de limiterende aminozuren supplementeren, waardoor dat de biologische waarde van het eiwit van het volledige rantsoen verhoogd wordt. Dus het is gekend, eiwitten die zijn belangrijk voor het spierherstel. Dus een goede kwaliteit eiwit is essentieel. Maar nog belangrijker is om de spierbeschadiging te voorkomen. Voorkomen is altijd beter dan genezen. En vandaar dat wij dus... heel wat aandacht besteden aan die antioxidantia. We zien dat ook bijvoorbeeld bij wielrenners die iedere dag toerritten moeten presteren. Als die mensen willen de volledige wedstrijd meedoen en meerdere weken presteren, dan kan dat niet anders dan met antioxidantia die spierbeschermend zijn. Specifiek voor duiven heeft ons bedrijf ook onderzoek gedaan met de universiteit om de werking van carnitine te onderzoeken. En dus ook carnitine. Bij duiven is aangetoond dat spierbeschermend werkt. Carnitine stimuleert de vetverbranding en zorgt dat er dus minder melkzuur vrijkomt, waardoor dat dus minder spierbeschadiging ontstaat. Belangrijk in een duivenrantsoen is dat de juiste energiebronnen voorzien worden. Dus een duif die gebruikt voornamelijk koolhydraten en vetten. Wij doen verteerbaarheidsonderzoek om te zien in hoeverre dat die ingrediënten goed verteerbaar zijn. Maar heden ten dagen gaan wij verder en... niet alleen de verteerbaarheid, maar ook de snelheid van vertering speelt een rol. En het is zelfs zo dat bij vogels eigenlijk trage zetmeelbronnen nuttiger blijken te zijn. Die voorkomen ongewenste fermentaties in de darm. En die zorgen ook dat de energie beschikbaar is meerdere uren na het opnemen van het rantsoen. Soms wordt geschreven in de discussie, zijn erten gunstig of niet gunstig? Daar speelt niet alleen de verteerbaarheid van de eiwitten een rol, maar daar speelt ook de snelheid van vertering. En bijvoorbeeld peulvruchten, erten, linzen, dat zijn taal verteerbare zetmeren die ervoor zorgen dat de duif ook uren na de opname van het rantsoen nog over energie kan beschikken. En dus dergelijke zaken zijn belangrijk. Daarnaast is uiteraard het vetgehalte heel belangrijk. Maar bij duiven is gekend dat reeds 10 minuten na aanvang van de fysieke inspanning wordt er omgeschakeld van koolhydraat naar vetverbranding.
En is dus eigenlijk de aanwezigheid van vetten. Vetten zijn eigenlijk de voornaamste energiebron. Ja. En vandaar dat dus voldoende vet in het plantsoen moet aanwezig zijn. Dus de vluchtmengeling die bevat best minstens 9% vet. En afhankelijk van de afstand kan het zeer nuttig zijn om het vetgehalte dan nog te verhogen, bijvoorbeeld door het gebruik van oliemixen. Ja. Ja, dus dat zijn een beetje de belangrijkste zaken met betrekking tot de samenstelling van, ja, van de, ja, mengeling. Dan heb je ook nog eens dezelfde vraag. Hè. Wat is een goed voer voor u? Wat is daar belangrijk in of het belangrijkste? Een goed voer, dat is een heel moeilijke vraag. Dat is zoals hetzelfde. Wat is een goede auto? Hè? Wil je daarmee op het circuit gaan rijden? Wil je daarmee in de stad rondrijden? Wil je daarmee in het veld gaan rondrijden? Voor ieder van die disciplines is natuurlijk wel een goede auto. En voor voer is dat juist hetzelfde. Ofwel speelt je vitesse. Daar zijn de koolhydraten heel belangrijk. Je hebt korte koolhydraten, middellange ketens, lange koolhydraatketens. De duif op kortere afstand, alles wat dat een uur vliegen is, of iets meer, of 2 uur, dan verbruikt die duif hoofdzakelijk koolhydraten. Dan is het belangrijk dat je het vetgehalte in je voer zo laag mogelijk houdt. Dus je kunt een perfect voer hebben met een 10% vetgehalte, maar voor de sprint of voor mensen die vitesse spelen, ga je daar niet mee rondkomen. Andersom, specifiek voer dat vrij hoog is in koolhydraten en een laag vetgehalte heeft, daar ga je niks kunnen mee doen op de zware halve fond. Zelfs de halve fond misschien niet, maar zeker niet de fond. Dus een goed voer, een voer dat voor alle disciplines goed is, dat bestaat eigenlijk niet. Gelijk als dat Guy zegt, ja, het is belangrijk dat de granen gezond zijn, dat je geen aflatoxines erop hebt, geen residu van sproeistof. Dat de voedingswaarde van de granen goed is. Dat is een goed begin natuurlijk. En dan is het afhankelijk van hoe dat je die mengt natuurlijk. Al die verschillende koolhydraten, al die verschillende soorten vetzuren, al die verschillende soorten eiwitten. Dat je die allemaal mooi in balans hebt. Altijd afhankelijk van de discipline dat je duif moet vliegen. Ja. Dus wat de duif moet presteren, dat is wel cruciaal. Dat is het cruciale punt. De afstand dat je duif moet vliegen en het aantal nachten mand dat je duif moet doen, dat is cruciaal om te bepalen wat steek ik in dat voer. Ja. Ja. Ja, ik hoorde dat al bij Guy, dat er zijn eiwitten die trager verteren en of koolhydraten ook, lange koolhydraatketens. Ik denk dat dat dan hetgeen is waar je nu refereert naar, de nachten mand. Pakt 2 of 3 nachten mand. Dan is het belang van dat soort granen of peulen belangrijker, neem ik aan? Peulen, gelijk als alle soorten erwten en duivenboon, oké, dat wordt niet meer gebruikt. Of kadjang of linzen of vitsen. Die hebben rond de 72 uur nodig om te verteren. En dat is eigenlijk heel goed voor duiven die de fond moeten vliegen, want die gaan dan of maandag of woensdag in de mand. Ja. In die mand krijgen die duiven alleen maar maïs. Maar maïs, dat verteert veel vlugger dan zware eiwitten, zal ik maar zeggen. Gelijk als erwten en linzen. Dus de stofwisseling blijft goed in gang. De duiven krijgen dan de maïs. Dat zijn lange koolhydraatketens. Normaal gezien verbruiken ze die direct. Maar door het feit dat die in de mand zitten, kunnen ze die niet gebruiken. En worden die eigenlijk ook opgeslagen als vetreserve voor het moment dat die duiven gelost worden. Ja. Dus op zo'n moment zijn die moeilijk verteerbare koolhydraten eigenlijk onmisbaar. Ja, ja, dat is weer een verschil naar gelang de discipline. Dus, ja. Absoluut. Als je de zondag zou vliegen en je moet zaterdag inkorven en je hebt nog heel veel erwten gegeven of alles wat dat met peulen te maken heeft, dan zouden die nog in volle vertering zijn. Dat verbruikt zuurstof, dat verbruikt energie, waardoor dat die duif dus eigenlijk ongemakkelijk zou kunnen vliegen, want die spijsvertering is nog te fel aan het werk. Ja, ja. Dat is dan een beetje te vergelijken, denk ik, met sporters die eten en direct gaan lopen of gaan fietsen. En ja, dat zou niet goed komen. Nee, dat klopt. Ja. Oké. Okay. Ja. Ik had nog juist één verschil. Jij zei, na 10 minuten schakels over op koolhydraten. Heb jij precies een langere duur, 1 tot 2 uur, hoorde ik je zeggen.
Van waar dat verschil? Allee, dat is maar iets Daar is ook niet echt een verschil in wat dat Guy zegt, is wel juist natuurlijk. Je hebt gelijk als dat ik zeg, je hebt die korte koolhydraatketens, dat zijn de suikers eigenlijk. Ja. Die verbruikt een duif om uit de mand te komen. Dus dat vraagt heel veel inspanning om omhoog te geraken. Ja. En eens dat die duif op snelheid zit, dus uit de mand komen, op snelheid komen, dat zijn zo de eerste 10 minuten, dat zijn de suikers die een duif eigenlijk direct verbruikt. Dan schakelt die over op terug koolhydraat. En afhankelijk van wat je gevoerd hebt aan die duif, zal dat 10 minuten zijn, 20, 30. Je kunt daar maximaal een uur op presteren. Ja. Maar dan moet die koolhydraattank eigenlijk volledig vol zitten. Op koolhydraten, op die suikers vliegt een duif het snelst. Op koolhydraten houdt ze die snelheid aan, maar eens dat die duif overschakelt van koolhydraatverbranding op vetverbranding, dan vertraagt die snelheid van de duif. Dan kan ze niet meer zo vlug vliegen. Nee. Dus die zaak van zowel die koolhydraattank als die vettank voor de lange wedstrijden eigenlijk volledig te vullen. Ja, de koolhydraten voor de lange wedstrijden zijn eigenlijk minder belangrijk. Of en daar kun je niet aan tekort doen, gewoon door het feit dat die duiven enkel en alleen maïs krijgen in de mand. Ja. En dat zijn volop koolhydraten, dus dat gaat nooit een probleem volgen. Dat gaat nooit voor problemen zorgen. Ja. Voor de lange afstanden is het vooral belangrijk dat je het vet opbouwt van die duif. Dat moet uiteindelijk, je kunt daar ook geen 2 weken op voorhand mee beginnen, want dan wordt dat opgeslagen als lichaamsvet. Mm-hmm. Dat is ook niet interessant, want dan wordt die duif te zwaar. Bevaar, het komt erop neer van op zo'n kort mogelijke tijd zoveel mogelijk vetzuren op te slaan in die duif. En daarvoor, gelijk als Guy zegt, gebruiken we dus olie. Vooral liefst met lecithine erin, omdat dat een emulgator is die ervoor zorgt dat ze sneller meer vetten kunnen opslaan, de duiven. Ja, oké. Okay. Ja. Dat is ook gelimiteerd trouwens. We hebben dat in de tijd getest. Vitesse-duiven die kunnen veel minder vetten opslaan dan echt duiven die op de zware fond geselecteerd zijn. Die spiervezels zijn ook iets anders. Dus er zijn echt wel soorten... Ja, het ligt ook aan de duiven. Het is ook genetisch vastgesteld. Je hebt duiven die maximum 10, 12 gram vetten kunnen opslaan. Maar van die echte goede fondduiven, dat gaat tot 20, 22, 24 gram zelfs. Oké. Op naar de volgende vraag, denk ik. Hoe komt de ontwikkeling van zo'n mengeling of een breidproduct eigenlijk tot stand? En is er daarbij ook plek voor testen in de praktijk? Vooraleer zo'n nieuwe mengeling of een product op de markt wordt gebracht. Guy? Nieuwe productontwikkeling, hoe gaan wij daarin te werk? Heden te dagen om eigenlijk significante innovaties te realiseren, starten wij vanuit literatuur en het opvolgen van tendensen in andere disciplines. Hè? Dus ik heb gezegd... de humane voeding, daar gebeurt heel wat onderzoek omtrent voeding en prestaties. Dus wij volgen die wetenschap van heel dichtbij. Ook de paardensport volgen wij van heel dichtbij om te zien wat dat de tendensen zijn. Wij volgen ook alle wetenschappelijke literatuur daaromtrent. En als er dus zaken zijn die interessant zouden kunnen zijn voor de duivensport, dan gaan wij daar... in eerste instantie op kleine schaal onderzoek doen, al dan niet in samenwerking met de universiteit. En bijvoorbeeld voor carnitine hebben wij heel uitgebreid onderzoek gedaan met de universiteit en daar zelfs proeven op duiven gedaan die via elektrostimulatie prestaties moesten leveren en waar dat bloedanalyses onderzocht werden en zo meer. Wij hebben in het verleden ook al heel wat verteringsproeven aan de universiteit gedaan. En dus eenmaal dat die fase voorbij is, gaan we dat dan bij duivenliefhebbers uittesten. In eerste instantie intern. Wij hebben heel wat duivenliefhebbers in het bedrijf die zeer goed spelen. Ik denk onder meer aan onze collega diernarts Wim Badaar, maar dat is ook verschillende andere liefhebbers. Dus dat wordt heel goed in de praktijk uitgetest. Wij hebben dus ook zelf duiven in ons diercentrum.
Dus alles wordt heel goed in de praktijk uitgetest en dan starten wij met testen bij duivenliefhebbers in de praktijk, vooraleer de producten dan effectief gecommercialiseerd worden. Ja. Oké. Okay. Eddy, hoe pakken jullie dat aan? Ja, dat is eigenlijk ongeveer een beetje hetzelfde. Je kunt altijd wel je idee hebben en wetenschappelijk en theoretisch kan dat perfect onderbouwd zijn. We proberen bijvoorbeeld altijd de omega-3-waardes in het voer zo laag mogelijk te houden. En puur technisch zouden dat perfect kunnen door er 3-4% lijnzaad in uw mengeling te doen. Maar dan moet het tot de constatatie komen dat die duiven dat uiteindelijk nu opeten. En dan is het finale, het eindproduct, waardeloos. Op papier lijkt het dan wel goed, maar in theorie niet. Dus hoeveel dat we er soms ook van overtuigd zijn dat we wel een verbetering aangebracht hebben, proberen we dat altijd. We hebben zo'n 30-tal testhokken. En die mensen proberen dat. Die testhokken die wisselen ook altijd. Dat hangt er vanaf wat dat er getest moet worden. Ja. En dan wordt dat een gans jaar in de praktijk omgebracht. Dat gaat zowel van topliefhebbers als gewone liefhebbers. Als liefhebbers bij wie dat minder goed lukt. Want daar leer je soms nog het meest van. En dan wordt er op regelmatige basis van die mensen een vragenlijst ingevuld met feedback. En dan wordt dat bijgestuurd, desnoods ook niet. En is dat niet tot voldoening van alle testhokken, dan komt dat gewoon niet op de markt. Is dat wel zo, dan brengen we dat wel op de markt. Ja. Maar het is iets dat eigenlijk nooit stilstaat. Altijd proberen verbeteren. Ik ben eigenlijk nooit tevreden. Het is een geweldige, plezante puzzel om zo'n voertje in te krijgen met al die soorten vetten en aminozuren en noem maar op. Maar je krijgt eigenlijk een voer nooit helemaal rond. Het is altijd een beetje geven en een beetje nemen. En gelijk als Guy zegt, je kunt voor de hedendaagse duivensport eigenlijk niet meer zonder bijproducten. Ik zeg niet voor een uurken of twee uurken vliegen, maar als je intensief die duiven traint en speelt, dan ga je de behoeftes van die duiven eigenlijk nooit kunnen opvullen met enkel en alleen maar voer.